Weg met de auto? Nee, ik lag even te pitten. Ik heb een late klant gehad. Ik moet nog helemaal naar Den Helder. Mag ik uw rijbewijs even zien? Natuurlijk. Sommige klanten, misschien wel de meeste, die laten hier terugkomen voor een grijpcijfer of een bonus van niks. Ik zeg het u, het is een rotvak. Ik denk dat ik ook maar eens bij de politie ga. Meneer de Groot, ga rusten. Bedankt. Weduwe. Moet vannacht gebeurd zijn. Begrepen, Lucie. We gaan er meteen naartoe. Voorhofsingel. Hey, lekker bruin geworden, hè? Nou, dank je. Hey, zeker alleen maar de binnenkant van je appartement gezien. Hè? Oh, wat heb ik jullie allemaal gemist, hè? Wat heb ik jullie gemist? Hoe gaat-ie? Heel goed. Hey, Bobby. Hey, jij ging toch naar de marine? Ja, onderweg van gedachten veranderd. Zeg, wie is je mentor? Hey, vergeet het maar niet. Jij bent nu getrouwd. Ze is van Lucie, hè? Hoe gaat het verder met jullie allemaal? Heel goed. Ja? Hey, Lucie. Hi. Heb je het leuk gehad? Ja, heerlijk. Hoe is het met jou? Ja, goed. Hey, vertel even, hoe was het nou met... Ja, wacht, nee, wat willen jullie weten? Wat willen jullie weten? Alles. Op de kopersnoot, tuurlijk. Marius, welkom op de Kruislaan. Je vakantieavonturen bewaar je maar voor in de kantine. En ook getrouwde dienders komen gewoon op tijd. Aan het werk allemaal. Bob? Doe me een lol. Kan ik met Piet mee? Dan neem ik Bobby wel mee. Maar je ging toch naar je vader? Ja, straks. Ja, goed. Ik wou het even hebben over Lucie. Vandaag is het zover met haar vader. Misschien zou jij dan moeten opvangen. Ja. Ik kende natuurlijk niet zo goed. Dat hoort er nou eenmaal bij als je de baas bent. Leg hem meteen terug in de garage. Ja, schiet dan maar op, anders kom je te laat op school. Mijn oom gevraagd, mag hij eten tussen de dag? Ik bedank u. Zorg je eerst dan maar eens voor een verblijfsvergunning. Jasse, ga je mee? Iets verkeerds gezegd?
Hebt u niks gehoord vannacht? Iets gehoord? 'S Nachts slaap ik. Of moet ik soms als een waakhond in mijn huiskamer liggen? Dat hoort u ons niet zeggen, mevrouw. Of bedoelt u soms dat het mijn schuld is? Dat ik beter op had moeten letten? Nee, mevrouw, dat bedoelen we helemaal niet. Ik heb wel een lijst van de spullen die weg zijn. Ja, mens moet toch een beetje voor zichzelf zorgen. Dit is voor de verzekering met de waarde erbij. Het is al erg genoeg dat er bij je wordt ingebroken. Ze hadden me wel kunnen vermoorden. Heeft u onlangs nog mensen over de vloer gehad? Mensen? Ja, onbekenden. De meteropnemer, klusjesman. Mensen die belangstelling hadden in uw antieke spullen. Nee, natuurlijk niet. Ik woon hier helemaal alleen sinds de dood van mijn man. Mary! Meisje. Een meisje? Misschien de enkel gebroken op dat ding. Een meisje, dan wordt die helemaal mooi, zeg. Ze heeft misschien nog glas in de hand. Kruislaan, kom uit voor 1016. Ja, zeg het maar, Mary. Graag een ambulance bij mevrouw Kervel. We hebben een vermoedelijke dader. Een meisje. Ze is van de muur gevallen. Weg met deze. Kalm aan een beetje, zeg. Wat heb jij? Ik zie spoken, rij nou maar. Ik kom voor rechercheur Haarman. Rechercheur? Haarman, ja, die werkt hier toch? En hoe is uw naam? Hij weet al wie ik ben. Ik moet hem direct spreken. Ik zal even kijken. Wacht maar even. Ja. Ik heb het al gezien, dat zou ik met Gerigs moeten opnemen, maar in principe denk ik... Brigadier, iets. Ik heb hier een meisje aan de balie. Het is wat? Ze vraagt naar regisseur Haarman. Jij? Dat hoopt hij. Hij solliciteert er vast naar. Ja, ze wil haar naam niet zeggen. Heb je in de kantine gekeken? Hij zit op de 113. Ik ga wel even kijken. Zeg ze dat we van de politie zijn en geen huwelijksbureau. Het is wel iets om in het donker je benen over te breken. Ron is meegereden naar het ziekenhuis. Ik heb achter de schutting gekeken. Niks. Ja, als hij die spulletjes eroverheen heeft gegooid, dan moet het toch een handlanger geweest zijn. Ja, en dan is hij er vandoor. Met de buit. Ja, solidair zijn ze alleen bij de politie. Alhoewel. De chauffeur, de lijst. Nou. Ja, ze moet het geweten hebben dat ik antiek had. U zegt zelf dat hier nooit iemand komt. 4000 gulden Corinthische kantelaar. 6000 gulden antieke klok. Bij elkaar 40.000 gulden ongeveer. Ik moet een verklaring hebben van u dat het gestolen is. Voor de verzekering. Ja, er wordt meteen aan gewerkt, mevrouw. Het zal toch wel maanden duren voordat ze uitbetalen. Hoezo heeft u daar ervaring mee dan? Zo gaat het toch tegenwoordig. Ze vroeg naar Haarman. Regisseur Haarman. En daarna is ze verdwenen. Ik ging Haarman zoeken. Daar zijn we mooi jarig mee. Nou, ik neem hem wel mee naar de kantine. Tom, roep de 113 even. Een verrassing voor Haarman. Ik ben daarna even naar het ziekenhuis. U bent hier voor dat meisje. Hoe lang heeft ze daar gelegen? Van na middernacht. Een uur of 1, 2. Al lang dus. Ze heeft een gebroken enkel en een inwendige bloeding. En daardoor is ze in shock geraakt. Ze krijgt plasma en bloed en heeft rust nodig. Maar ze is toch bij kennis? Ja, ze is bij kennis, maar zoals ik... Weet u haar naam? Ze is behoorlijk versuft. Ze zegt niets en we hebben geen identiteit op haar kunnen vinden. Kan ik bij haar? Kan ik haar spreken? Nee, het spijt me. Geen politie aan haar bed. Goedemiddag.
Morgen. Hoe staan we ervoor? Mark is bij die inbraak en Gies is nog op de cursus. Heb jij het druk? Je zou mij een persoonlijke dienst kunnen bewijzen. Dat is altijd goed voor het promotiebeleid, hè? Noteer even een naam. Yasar Oksal. Dat is met zo'n rare Turkse S. Ik denk dat die Yasar hier illegaal is. Een paar weken geleden heeft hij de benen moeten nemen naar een inval in zo'n clandestien atelier. Ik denk bureau Prinsengracht. Maar dat vind jij wel uit. En je wil dat die Yasar wordt opgespoord? Nee. Ik weet waar die is. Hij is de neef van de familie Oksal. Hier is het adres. Ik denk dat die oom de eigenaar is van het atelier. Maar gaat het om drugs? Dat weet ik niet. Dat hoop ik van jou te horen. Maar doe een beetje voorzichtig. Niels is erbij betrokken. Dat wil zeggen, ik hoop niet bij illegale activiteiten, maar... Hij heeft van die rare idealistische neigingen. Hij is via schoolvrienden in contact gekomen met die Yasar. Hij heeft hem onderdak verleend. Nadat de Prinsengracht hem op de vlucht joeg. En dat alles bij de chef van de recherche thuis? Wel, nee, joh. Ik geloof bij een gezagvoerder van de KLM. Oude rakker. Moet jij niet op de Kruislaan zijn? Ik kwam even dag zeggen. Vaarwel, zei je bedoelen. Goed. Vaarwel. Ik heb nergens spijt van. Ik wel. Ik ben in mijn hele leven zo'n 6 keer dronken geweest. Waarvan alle 6 keren met jou. Dat moet toch wat betekenen? Ja, dat je geen enkele adjudant kan vertrouwen. Wij hadden samen dat bureau moeten beginnen. Weet je dat? Ja. Mevrouw, het is echt niet zo dat ik uw klacht niet serieus neem omdat u in een bejaardenhuis woont. Een microfoon. Ik vond hem in mijn slaapkamer. Het is mijn buurvrouw, die doet dat. Nou, waarom zou ze u willen afluisteren? Ze steekt altijd overal de neus in. Misschien kunt u toch beter eerst met de directrice gaan praten voordat u de politie naar huis gaat. Nee, die doet daar toch niks aan. De adjudant zoek je. Dat hoor ik. Je bent kennelijk eerder voor elkaar dan ik. Logisch. Dit is geen microfoon, mevrouw. Dit is een luidsprekertje. En het is nog kapot ook. Ik denk echt dat u zich vergist. De adjudant zocht mij? Ja, er was hier een jonge dame op zoek naar je. Jonge dame? Ja, ze heeft geen naam achtergelaten. Maar wel een baby. Heel erg leuk. Had je er maar een rubbertje om moeten doen toen je met je snikkel rondzwaaide? Ik weet niet wat jullie het over hebben. Gurbus had het over een brunette, ongeveer 1,65 lang en een goed figuur. Rara, wie is dat? Ik heb wel 20 brunetten met leuke figuurtjes. Ja, maar die laten niet allemaal baby's voor je achter. Toch? Heel erg goed. Ik zou er maar eens de bliksem gaan opzoeken. Anders benoem je dat voogd. Zo, kom je toch nog in aanmerking voor kinderbijslag? Een typische trotse jonge vader. Kan toch wel even zo'n jas aan? Dat kan ik niet maken. Letty, het gaat anders dagen duren. Ik wil die handlanger pakken. Die gozer heeft haar gewoon in de steek gelaten.
Ja, maar het mag niet van het ziekenhuis. Ik moet me toch aan de regels houden. Marius zei dat wel kon. Anders zou ik het niet eens vragen. Marius weet nog niet eens dat ik werk. Ik ben net ingevallen. Heel eventjes maar, hè? De dokter doet zo zijn ronde. Komt goed. Jij weet nergens van. Mevrouw Mulder is op 7, ze al een uur geleden haar pijnstillers krijgen. Ze wordt zo geholpen, mevrouw. Dat zeggen ze al de hele morgen. Hey. Voor jou. Van Jan? Jan, ja. Hij zei zijn achternaam. Hoe was het ook alweer? Ik geloof dat hij het erg vond dat hij je niet kon helpen. Kan dat? Wat zal ik tegen hem zeggen als hij terugkomt? Want je mag eigenlijk nog geen bezoek hebben. Hoe voel je je? 3 keer rijden. Ik ben Ronnie. Wie ben jij? Madonna. Ik kan hem wel even voor je bellen als je wil. Moet wel gauw zijn, want de dokter komt zo op zijn ronde. Weet je zijn nummer? Je kan mooi doodvallen. Er zit een politieman op de gang, weet je dat? Geef hem die tutbloem maar. Zal ik je ouders anders even bellen? Die zullen wel ongerust zijn. Rotte god, man. Probeer je alleen maar te helpen. Ik weet zelfs een hele voor je als je maat van spullen moet. Hoe heet die? Jan... Jan wat? Rambo. Hey, ben je niet meer op de afdeling? Ja, vanmorgen begonnen. Ik ga maar weer verder, beddenpannen legen. Hey, Mastel zag je toch? Wat zijn ze? Die dacht dat ik de nieuwe hersenchirurg was. Maar ik krijg niks uit het meisje. Kun jij het niet proberen? Ja, hoor, Ronnie, blijf niet aan de gang. Al heb ik maar een naam of een adres. Zo moet die toch ingeschreven worden? Probeer het alsjeblieft. Oké. Okay. Ron, 100 keer raaien wat er van Haarman in de kantine staat. Een baby. Een baby. Een baby? Mag ik hem even hier neerzetten? Het is overal zo'n klerenherrie. Zet mij neer. Iedereen vindt dat hij op Haarman lijkt. Behalve Haarman zelf. Wat doen we er nou mee? Nou, ik zie het nog even aan. Tenzij jij hem mee wil nemen. Als vriendje voor Jasmijn. Waar is Haarman? Aan het proberen onder zijn vaderschap uit te komen. Denk je dat hij de vader is? Jij niet dan? Ik weet alleen dat hij Jan heet. Het kind laat niks los. Geef braaf de buit af en voor de rest kan ze doodvallen. Wat gebeurt er nou met haar? Nou, ze heeft een misdaad begaan, hè? Ja, maar ze profiteert er niet van. Ze is gewoon misbruikt. Misschien leeft de officier net zo innig met haar mee als jij. En dan ziet hij af van vervolging. Maar je zal hoe dan ook toch een proces-verbaal moeten maken. We moeten haar verklaring hebben. Die klootzak gaat vrij uit. Tenzij jij hem te pakken krijgt. Het was trouwens de tweede inbraak op dat adres. Wat? Ja, binnen een maand. De eerste keer is geleden een schilderijtje gestolen. Voor 30.000 gulden verzekerd. Daar heeft die weduwe geen woord van gezegd? Nee, raar hè? En als je de lijst ziet die ze nou claimt... Wie heeft die eerste inbraak behandeld? De ploeg van Materman. Hé hey Chris, je spreekt met Ron Smit. Sorry dat ik je wakker bel. Maar jij hebt vorige maand een inbraak gehad aan de Voorhofsingel. Je hebt daar vannacht weer gepatrouilleerd. Ja, wat denk je wat? We hebben daar weer een inbraak. Weduwe, ja. Helemaal niks? Een man in een auto. Ja? Steven de Groot. Den Helder. Thank you.
Ah. De politieman. Haarman, ja toch? Ik ken u niet. Oh nee? Nee. Wat doe je hier dan? Het zijn mijn zaken. Oh ja? Nee, blijf van me af. Je bent anders wel in mijn huis. Man, ik ben op zoek naar Clara. Waar is ze? Die heb ik het huis uitgeflikkerd. Met kind en al. Waarom? Dat zou jij niet weten. Inderdaad, dat weet ik niet. Verdomme ze hoerenloper. Heb jij die Steven de Groot nog kunnen checken? Ik heb hem zelfs aan de lijn gehad. Zijn rijbewijs is 6 weken geleden gestolen uit zijn jas in een kroeg. Wat? En zelf was hij gisteravond in Den Helder bij de biljartvereniging. Met 100 getuigen. Jonge, jonge. Eikels. Hoe komt het rijbewijs dan hier in Amsterdam terecht? Alles komt in Amsterdam terecht. Hey Piet, wat hoor ik? Ik weet niet wat jij hoort, maar het is niet mijn kind. Huh? Daar bent u weer. Ja, is Piet Haarman er al? En waar is Stijntje? Stijntje, ik denk dat hij slaapt. Bent u de moeder van die baby? Ja. Mevrouw, dit is wel een politiebureau. We hebben echt wel wat anders te doen. Ja, het spijt me. Ik moest nog wat dingen regelen. Ik zocht een advocaat en... Ja, dat zal allemaal wel, maar... Piet? Ik wilde u echt geen overlast bezorgen. Ik wist niet zo gauw. Van een aardige heer uit de Horststraat. Dus je hebt hem gezien? Wat probeer je met me uit te halen? Misschien kunnen we de relatieproblemen ergens anders afhandelen. Ja, dus als jij dat even zou willen doen. Sorry. Ah, het jonge ouderpaar. Beetje ruzie gehad? Voordat het hele bureau in kreuk ligt, ik ben niet de vader. Dit is de vader. Komt hij kennelijk beter voor zijn kroost op dan jij? Jij bent wel de vader, hoor. Ga toch fietsen, Clara. Het is echt zo. Wat is dit? Een ex-vriendje pest? Je weet het niet eens meer. Wat? Ons weekend in Zeebrugge. Oh, dat ja. Dat ja. Hé, dat was heel erg leuk. Maar ook heel erg eenmalig. Daar waren we het toch over eens? Daar waren we het over eens, ja. Toen wij die bevlieging hadden, toen was je al god weet hoe lang getrouwd met die driftkikker. Wim, hij is erachter gekomen. 1 slippertje? 1 jaar na dato? Stijntje is niet van hem. Ga toch fietsen. Voordat Wim terugkwam, wist ik al dat ik zwanger was. En waarom kom je er nou dan pas mee? We wilden dolgraag kinderen. Het lukte niet. Wim gaf mij de schuld. Zo wat? Hoe dacht je dat ik me voelde? Wim die was weer eens op zakenreis en toen zag ik jou op dat feestje. Je zei dat je aan de pil was. Ik was toch onvruchtbaar? Dat blijkt. Wim was dolgelukkig. Ik wilde mijn huwelijk redden. Is dus niet gelukt? Nee. Stijntje was de enige die het voor Wim nog de moeite waard maakte. Maar wat is dan het probleem? Dat Stijn niet van hem is. Ja, maar wie zegt dat? De post. Oh, de post. Ik trapte de hele boel in elkaar. Ik dacht, hij pakte een Stijntje. Ik dacht dat hij me ging vermoorden. Van wie is dat kind? Van wie is dat kind? Hij wilde zaaddonor worden. Zaaddonor. Hij heeft de bof gehad toen hij 18 was. Bof ik even. Maar het hoeft nog steeds niet van mij te zijn, hè? Je doet die bloedproef maar, als je hem niet gelooft. Sinds ik hier werk, het wordt alleen steeds erger. Ja, de bekende telefoontjes. Nee, 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 het is meer dan alleen maar een heiger. Nee, een geheim nummer, dat kan niet, dat is te lastig met mijn werk.
Ja, dat zou je wel zeggen, hè? Ja. Misschien dat hij dat niet weet. Mijn uniform voor het raam hangen, ja. Goed, u heeft mijn nummer. Ik, misschien, ja. Dat zal ik doen. Ik wou graag wat eerder weg, als het goed is. Naar Lucy. Oh, ja, ja. Natuurlijk, ja. Ik, wou zelf ook gaan. Zullen we samen gaan? Ja, goed. Ik kleed me even om. Ja, oké. Dat ben ik, hè? Nee. Hoe oud ben ik daar? 4 jaar op zijn hoogst. Toen kon je lezen. Kom nou. Ja, echt waar. Je moeder was erbij. Je blijft zomaar stilstaan, midden op straat. En je wijst ergens naar je. En je zegt, verboden aan te plakken. Ik wist echt niet wat ik hoorde. Ik zie die zaal, ik kijk naar je moeder. Zeg, heb jij dat rare kind stiekem leren lezen? Nou, je moeder weet van niks. Die kijkt naar jou en die kijkt naar mij met die ogen. Dat wordt de nieuwe hoofdcommissaris, zegt ze. Ja. Het spijt me. Ja, de hele kruis lag niet mee. Ik kon daar niet blijven. Nee, dat heb ik gezien. Ik wil die echt nergens meer opstaan. Maar... Ga nou maar naar Marjan, ik heb er gebeld, ze weten van. Je hebt het adres? Komt wel goed. Komt wel goed. Is de verzekering al geweest? Ja? Wat komt u nou te doen? Alles is toch klaar? Nou, ik hoorde vanochtend dat er hier al eerder is ingebroken. Waarom heeft u dat niet verteld? Misschien is er geen verband tussen twee. Ik hou niet zo van dat gedoe met de politie. Er is een verklaring getekend en daarmee is de kous af. En heeft de verzekering al uitbetaald? Dat was een schilderij, hè? 30.000 gulden. En nou 40.000 gulden? Nou, dan zullen ze niet blij mee zijn. Ja, wat bedoelt u nu eigenlijk? Dat ze niet uitbetalen of zo? Agent, maar dat is alleen maar de ramen zeggen. Hallo, wie ben jij? Van de Zee, hoezo? Heb je hier een maand geleden ook een ruit in gezet? Nee, misschien een maat van me. Van welke firma is het dan? Glas BV. Zijn we snel bij? Mm. Anders doe ik vannacht geen ogen dicht. Ik laat er ook meteen tralies voor zetten. Heel verstandig. Hm. Meer muziek? Bent u er klaar voor?
Dit is de schouwarts van de GGNGD. Het spijt me. Dit moet nu eenmaal. Oh, wacht nog heel even. Zijn dochter is bij hem. Geeft u mij die papieren, maar dan maak ik dat wel in orde. Ik wilde straks even helpen met al die dingen. Dan staat ze niet zo alleen voor. Ja, dat is een goed idee, ja. Ja, laten we maar een beetje praten. Misschien zou het ook goed zijn als ze ergens anders ging wonen. Als ze dat nou wil, dan moet je me maar een seintje geven. Dan ga ik wel naar huisvesting. Ja, bij mevrouw Kervel. Op nummer 16. Oh. Maar er werkt wel een van de zee bij jullie. In de renovatie. Oké, hé, bedankt. Zo. Beetje slaap? Kom. Waarom zijn jullie eigenlijk gescheiden? Ja, om dezelfde reden waarom duizenden andere mensen gescheiden zijn. Maar dat neemt niet weg dat we erg blij waren toen jij kwam. En dat is nog steeds zo. Je mag je moeder in ere houden. Heb je er al geschreven? Misschien stuur ik haar wel een kaart uit de Camargue. Uit de Camargue? Volkan heeft gevraagd of ik meeging. Wacht even. Wie is Volkan? Volkan Oksal. Je hebt hem ontmoet. Het is zowat vakantie en hij heeft gevraagd of ik meeging. Een dag of 10. Naar zijn oom. Die woont daar. Om wat te doen? Nou, niks. Gewoon vakantie? In Marseille? Nee, naar de Camargue. Ja, dat zeg ik. Dat is hetzelfde. Ja, ik denk niet dat ik het goed vind. Waarom niet? Hij gaat er zo vaak heen. Zijn oom werkt op een paardenfokkerij. We kunnen de paard rijden. Ja, dat zal best, ja. Maar ik vind het niet goed. Waarom niet? Ik wil je niet voor je kop stoten, maar van mij mag je andere vrienden kiezen. Leuke vakantie, het kost me niks. En jij denkt alleen maar als politieman. Het zijn geen misdadigers. Ik denk niet als politieman, Niels. Ik denk als vader. En ik wil het niet hebben. Punt uit. Is het antwoordapparaat van Anna Gerichs. U kunt na de tweede piep een boodschap inspreken. Lekker wijfie. Waarom neem je niet even op? Je bent er toch? Lekkere douche genomen. Niet aan jezelf zitten.
maar voor mij. Je benen is open. Anna. Anna. Hou de gordijntjes dicht. Ooit kom ik erin. Heb je daar niks onder aan? Letty belde. Oh, is er nog aan de lijn? Het is voor Ron. Hier, naam en adres van dat meisje. Had ze dan nachtdienst? Dan heb ik zeker met de inantieke een eigen tweelingzussen liggen stoelen. De nachtzuster heeft het uit de los gekregen. Ik heb gezegd dat jullie de ouders wil waarschuwen. Was dat goed? Dat is prima. Kom, ouwe stoeipoes. En? Ja, wat en? Hamon? Of je begeerlijk somt. Shit, wat is het nou weer? Nou, wat denk je? Waar is die baby nou? Bij mijn zus. Dan ben jij niet goed. Ze komt nergens terecht, ja? Ik denk dat ze je probeert te strikken. Als je er bij jouw zus laat, kom je nooit meer van eraf. Ach man, hou jij je kop. Je had er toch niks mee te maken? Misschien is de oude liefde weer opgebloeid. Helemaal niet. Maar het is wel mijn kind. Niels? Even over gisteravond, ja, ik was misschien een beetje, Ik ben het al vergeten. Ah. Moet jij niet naar school? Ik heb het eerste uur vrij. Oh. Kijk, ik dacht als ik nou volgende week een paar dagen vrij neem, dan kunnen we misschien even naar Texel. Er woont een vriend van me, die heeft zo'n vissersboot, een beetje zeevis of zo. Lijkt je dat wat? Ik zal hem bellen, oké? Okay? Hou je taai. Je hoeft me niks uit te leggen, maar het is wel zo dat het halve bureau voor babyoppas heeft gespeeld. Ja, dat spijt me. Er waren wat problemen. Is dat jouw baby? Ja. En dat weet je nu pas? Ze komt er nu pas mee aanzitten. En wat ga je eraan doen? Een ander huis voor de zoeken. Ze is eruit getrapt. Wat, om dat kind? Ja. Als we je ergens mee kunnen helpen, dan moet je het zeggen. Oké. Piet, ga je mee? Waarheen? Een aanhouding. Ik heb het al geregeld met Fosco. Waar is Ronnie Smit? Rijden met de hoefdraad. Oh, dan hoort je het wel. Kom. Mevrouw Sandwijk? Als je mijn man zoekt, dan moet je bij Arie wezen. Die ziet er meer dan ik. En die ziet ook meer van zijn WW. We komen voor uw dochter, Corrie. Ook de hort op. Weet u waar ze is? Twee smeren ze voor mijn deur. En die weten het niet? Opgepakt zeker op de wallen? Nou, gaan jullie eens naar binnen, daar zijn jullie nog wel eens te jong voor. Hoe oud is Corrie? 17. Kent u een vriend van haar, een zekere Jan? Een vriend? Moet je luisteren. Het is mijn eigen dochter. En het is een schande dat ik het zeg. Maar elke Jan met een beetje een babbel, die krijgt erachter in zijn auto. Kent u een speciale Jan? Of een Jan van de laatste tijd? Ze zijn die buurt hier aan het opknappen. Maar die meid die vogelt er langs en ze fluiten daarna. Misschien de jongen van het glasbedrijf. Moeten jullie van hem? Weet u niet zijn achternaam? Is Corrie weggelopen? Oh, die komt heus alweer terug. Maar maakt u zich dan helemaal niet ongerust over haar? Ja. Dat ze zwanger thuis komt. En dat ze weer een abortus moet. En dat wij er voor op kunnen draaien. Ze heeft een ongelukje gehad. Het is niet ernstig, maar ze ligt in het ziekenhuis. Corrie? Ze is van de muur gevallen na een inbraak. Is ze nou helemaal? Misschien zou u haar op kunnen zoeken. Ja. Godsamme.
Met een beetje geluk voelen ze zich safe en zijn de spullen terug. Als die gast ons ziet, heb je de kans dat hij de benen neemt. Wat komt u doen? Dag mevrouw, we hebben een machtiging tot binnentreden. Is Jan van der Zee hier ook? Ik moet naar de dokter. Ja, we doen een verbandje mee en gaan even langs de EHBO. Ah, ik bloed dood. Ik moet naar het ziekenhuis. Dat zal hem wel zijn, ja. Hij was gisteren niet op zijn werk. Vandaag alweer niet. Nog 5 verzoeken werknemers en we kunnen hier de tent wel sluiten, joh. Heeft hij iets gehad met een meisje hier uit de buurt? Corrie Sandwijk? Dat zal best. Hij woont trouwens in de Geelstraat, in zo'n flat daar. En als je hem ziet, zeg hem dat hij nooit meer terug hoeft te komen. Misschien logeert hij een tijdje bij ons. Jullie mogen hem houden. Bedankt. Normaal moest de hulpofficier van justitie dit doen. Maar omdat wij over de sleutel van die man zelf kunnen beschikken, is onze machtiging voldoende. Wat doen jullie hier? Huiszoeking. Bij Van der Zee? Ja. Mag ik even? Voilà. En waar is Van der Zee? Met een beetje geluk op de Kruislaan. Hoezo met een beetje geluk? Mark heeft hem aangehouden, maar Van der Zee moest eerst nog even langs het ziekenhuis. Heeft Mark hem in elkaar getimmerd? Nee, dat niet. Van der Zee probeerde te ontkomen over een muurtje, maar het muurtje zat vol met glas. Au, au, au. En hebben jullie dat samen bekokstoofd? Jij en je weduwe? Nee, dat was haar idee. Oh. Ze heeft je verleid. En met dat schilderij ook zeker. Dat we gewoon bij haar op zolder hebben gevonden. Iedereen profiteert van de verzekering. Oh, en waar profiteert Corrie van dan? Toch niet van jouw mooie ridderlijke gevoelens? Kan het je eigenlijk een moer schelen dat ze daar zo wat is doodgebloed? Hadden jou daar een nacht moeten laten liggen. Had hij niet gedacht? Bobby vond een luik onder het vloerkleed. Zo. Oh. Je bent gewoon een snol. Een ordinaire stoepoer met gratis kost en inwoning ook nog eens een keertje. Heb ik ooit een cent van je gezien? Een trick hier wordt al precies hetzelfde. Jouw goede voorbeeld. En nou kan ik weer naar het ziekenhuis toe komen alsof ik niks beters te doen heb. En straks zeker thuis weer een paar weken op je nest leggen. Een weekend erachter de kont de trap oprennen. Met vruchtensappies en met boterhammen. He? Nee, nou zeg je niks, hè? Laat je moeder maar lullen. Maar je kan het vergeten. Je zoekt maar een ander adres om van te profiteren. Voor mijn part sluiten ze je op in een gesticht. Dat is beter dan thuis. Nou, nou hoor je het zelf. Het is mijn eigen dochter. Het is een schande dat ik het zeg. De politie over de vloer, dat is je dank. Dat probeer je ze dan voor groot te brengen. Ja, haar uitstaan te schelden lijkt me ook niet de goede manier. Oh, jij weet een betere manier? Je hebt dominee moeten worden. Of kom je soms niet aan je eigen gerief? Nou, voor mij mag je er hebben. Kom op, jongens, we gaan. Zie je wel, een smeres. Het is mijn werk. En vandaag geen bloemen? Alleen een boekje om je verklaring op te nemen. Heb je hem gevonden? Ja. Mag ik even bij je komen zitten? Wie zal je tegenhouden? Er was niks aan. Ik gooi die zak eroverheen. En dan hang ik in het glas. Weg deken. Weg Jan van der Zee. Schrijf maar op. Schrijf je het niet op? Ik weet het zo wel. Dat was mijn moeder. Ja, weet ik. Heb jij ook zo'n moeder? Thank you.
Weg met de auto? Nee, ik lag even te pitten. Ik heb een late klant gehad. Ik moet nog helemaal naar een helder. Mag ik uw rijbewijs even zien? Natuurlijk. Sommige klanten, misschien wel de meeste, die laten hier terugkomen voor een grijpstuiver of een bonus van niks. Ik zeg het u, het is een rotvak. Ik denk dat ik ook maar eens bij de politie ga. Meneer de Groot, welterusten. Bedankt. Weduwe. Het moet vannacht gebeurd zijn. Begrepen, Lucie. We gaan er meteen naartoe. Voorhofsingel. Hey, lekker braan geworden, hè? Nou, dank je. Hey, zeker alleen maar de binnenkant van je appartement gezien. Hè? Oh, wat heb ik jullie allemaal gemist, hè? Wat heb ik jullie gemist? Hoe gaat ie? Heel goed. Hey, Bobby. Hey, jij ging toch naar de marine? Ja, onderweg van gedachten veranderd. Zeg, wie is je mentor? Hey, vergeet het maar niet op. Jij bent nu getrouwd. Ze is van Lucy, hè? Hoe gaat het verder met jullie allemaal? Heel goed. Ja? Hey, Lucy. Hi. Heb je het leuk gehad? Ja, heerlijk. Hoe is het met jou? Ja, goed. Hey, vertel even, hoe was het nou met... Ja, wacht, nee, wat willen jullie weten? Wat willen jullie allemaal weten? Alles. Op de kopersnoot, tuurlijk. Marius, welkom op de Kruislaan. Je vakantieavonturen bewaar je maar voor in de kantine. En ook getrouwde dienders komen gewoon op tijd. Aan het werk allemaal. Bob? Doe me een lol. Kan ik met Piet mee? Dan neem ik Bobby wel mee. Maar je ging toch naar je vader? Ja, straks. Ja, goed. Ik wou het even hebben over Lucy. Vandaag is het zover met haar vader. Misschien zou jij dat moeten opvangen. Ja. Ik kende natuurlijk niet zo goed. Dat hoort er nou eenmaal bij als je de baas bent. Leg hem meteen terug in de garage. Nou, schiet dan maar op, anders kom je te laat op school. Mijn oom gevraagd, mag hij eten tussen de dag? Ik bedank u. Stel ik eerst dan maar eens voor een verblijfsvergunning. Jasse, ga je mee? Iets verkeerds gezegd?
Hebt u niks gehoord vannacht? Iets gehoord? 'S Nachts slaap ik. Of moet ik soms als een waakhond in mijn huiskamer liggen? Dat hoort u ons niet zeggen, mevrouw. Of bedoelt u soms dat het mijn schuld is? Dat ik beter op had moeten letten? Nee, mevrouw, dat bedoelen we helemaal niet. Ik heb wel een lijst van de spullen die weg zijn. Ja, een mens moet toch een beetje voor zichzelf zorgen. Dit is voor de verzekering met de waarde erbij. Het is al erg genoeg dat er bij je wordt ingebroken. Ze hadden me wel kunnen vermoorden. Heeft u onlangs nog mensen over de vloer gehad? Mensen? Ja, onbekenden. De meteropnemer, klusjesman. Mensen die belangstelling hadden in uw antieke spullen. Nee, natuurlijk niet. Ik woon hier helemaal alleen sinds de dood van mijn man. Mary! Meisje. Een meisje? Misschien de enkel gebroken op dat ding. Een meisje, dan wordt die helemaal mooi, zeg. Ze heeft misschien nog glas in de hand. Kruislaan, kom uit voor 1016. Ja, zeg maar, Mary. Graag een ambulance bij mevrouw Kervel. We hebben een vermoedelijke dader. Een meisje. Ze is van de muur gevallen. Wegwezen. Kalm aan een beetje, zeg. Wat heb jij? Ik zie spokerij nog maar. Ik kom voor rechercheur Haarman. Rechercheur? Haarman, ja, die werkt hier toch? En hoe is uw naam? Hij weet al wie ik ben. Ik moet hem direct spreken. Ik zal even kijken. Wacht maar even. Ja. Ik heb het al gezien, dat zou ik met Gerigs moeten opnemen, maar in principe denk ik... Brigadier, ik heb hier een meisje aan de balie. Het is wat? Ze vraagt naar regisseur Haarman. Nee, dat hoopt hij. Hij solliciteert er vast naar. Ja, ze wil haar naam niet zeggen. Heb je in de kantine gekeken? Hij zit op de 113. Ah, ik ga wel even kijken. Zeg ze dat we van de politie zijn en geen huwelijksbureau. Het is wel iets om in het donker je benen over te breken. Ron is meegereden naar het ziekenhuis. Ik heb achter de schutting gekeken. Niks. Ja, als hij die spulletjes eroverheen heeft gegooid, dan moet het toch een handlanger geweest zijn. Ja, en dan is hij er vandoor. Met de buit. Ja, solidair zijn ze alleen bij de politie. Alhoewel. De chauffeur. De lijst. Nou. Ja, ze moet het geweten hebben dat ik antiek had. U zegt zelf dat hier nooit iemand komt. 4000 gulden Corinthische kantelaar. 6000 gulden antieke klok. Bij elkaar 40.000 gulden ongeveer. Ik moet een verklaring hebben van u dat het gestolen is. Voor de verzekering. Ja, dat was meteen aan geweest, mevrouw. Het zal toch wel maanden duren voordat ze uitbetalen. Hoezo heeft u daar ervaring mee dan? Zo gaat het toch tegenwoordig. Ze vroeg naar Haarman. Regisseur Haarman. En daarna is ze verdwenen. Ik ging Haarman zoeken. Daar zijn we mooi jarig mee. Nou, ik neem hem wel mee naar de kantine. Tom, roep de 113 even. Een verrassing voor Haarman. Ik ben daarna even naar het ziekenhuis. U bent hier voor dat meisje. Hoe lang heeft ze daar gelegen? Van na middernacht. Een uur of 1, 2. Nou, lang dus. Ze heeft een gebroken enkel en een inwendige bloeding. En daardoor is ze in shock geraakt. Ze krijgt plasma en bloed en heeft rust nodig. Maar ze is toch bij kennis? Ja, ze is bij kennis, maar zoals Weet u haar naam? Ze is behoorlijk versuft. Ze zegt niets en we hebben geen identiteit op haar kunnen vinden. Kan ik bij haar? Kan ik haar spreken? Nee, het spijt me. Geen politie aan haar bed. Goedemorgen.
Morgen. Hoe staan we ervoor? Mark is bij die inbraak en Gies is nog op de cursus. Heb jij het druk? Je zou mij een persoonlijke dienst kunnen bewijzen. Dat is altijd goed voor het promotiebeleid, hè? Noteer even een naam. Yasar Oksal. Dat is met zo'n rare Turkse S. Ik denk dat die Yasar hier illegaal is. Een paar weken geleden heeft hij de benen moeten nemen naar een inval in zo'n clandestien atelier. Ik denk bureau Prinsengracht. Maar dat vind jij wel uit. En je wil dat die Yasar wordt opgespoord? Nee. Ik weet waar die is. Hij is de neef van een familie Oksal. Hier is het adres. Ik denk dat die oom de eigenaar is van het atelier. Gaat het om drugs? Dat weet ik niet. Dat hoop ik van jou te horen. Maar doe een beetje voorzichtig. Niels is erbij betrokken. Dat wil zeggen, ik hoop niet bij illegale activiteiten, maar... Hij heeft van die rare idealistische neigingen. Hij is via schoolvrienden in contact gekomen met die Yasar. Hij heeft hem onderdak verleend. Nadat de Prinsengracht hem op de vlucht joeg. En dat alles bij de chef van de recherche thuis? Wel, nee, joh. Ik geloof bij een gezagvoerder van de KLM. Oude rakker. Moet jij niet op de Kruislaan zijn? Ik wou even dag zeggen. Vaarwel, zou je bedoelen. Goed. Vaarwel. Ik heb nergens spijt van. Ik wel. Ik ben in mijn hele leven zo'n 6 keer dronken geweest. Waarvan alle 6 keren met jou. Dat moet toch wat betekenen? Ja, dat je geen enkele adjudant...